We zijn begonnen. Het knooppunt heeft afgetrapt als bekerwinnaar. Met tegenover zich de landskampioen ASV Lebo. Een herhaling van de finale van de play-offs. Waarin ASV Lebo na strafschoppen te sterk bleek. Dit is een aardige actie van Bouzid. Terugleggen van Attahiri en dan het schot van Oulad Ben Youssef. Het eerste gevaar komt van het knooppunt. Azizi toe. Krijgt nu de bal terug. Legt dan vervolgens af. En daar is de mogelijkheid voor Attahiri. Die het scoren wordt dwars gezet door Hoge Woning. Overname het knopen. 2 tegen 1. Ardagal. Oulad Ben Youssef. En dan niet terug naar Ardagal. En ook niet naar Bouzid. Twee man vrij voor het doel. Slecht uitgespeeld. Gevaarlijke inzet van Souremli tevreden. ASV Lebo trapt af voor de tweede helft. En nu spelend van rechts naar links. Met Eik Niel. Die gelijk een schitterende actie in huis heeft. En hij stelt daarmee. ASV Lebo in staat om te scoren via Muad Belacen. Muad Belacen zelf, degene die het opzet. Aik Niel vervolgens met een puntgave assist. En Belacen is trouwens niet degene die het afmaakt. Het is Ilias Aynau. Jamal Al-Ghanouti en Ilias Bouzid. En hij verzandt dan. Dus kan Akla Louche vandoor. Met een duwtje in de rug. En met buitenkant rechts raak. Hisham Akla Louche. Of is het toch Souremli tevreden die het beslissende tikje geeft? Want die viert het alsof hij de Champions League heeft gewonnen. Na deze actie van Akla Louche is het inderdaad tevreden die met zijn linkerknie, zo lijkt het, de bal over de doellijn werkt. En dus daarmee de voorsprong voor ASV Lebo verdubbeld. Wie kan het knooppunt dat nodig een beetje extra geven? Misschien Zugagi die het hier zelf doet. Zugagi en Hoge Woning redt daarmee Makrau. Of alsnog Oulad Ben Youssef, nee, het is Bakali. En Hoge Woning doet dan zijn rol. Dichter bij het doel, maar nog niet daar waar het moet zijn. Hier dan Zugagi. Amar Zugagi. En hij wil het weten ook. Hiervoor is hij gehaald. Exact wat het knooppunt nodig had. En dan ook deze manier waarop. Half hoge volley. Krachtig binnengeschoten. Daar heeft Hoge Woning geen antwoord op. Nu wordt hij weer aangespeeld en legt hij af op Hitou. Aziz Hitou. De Belgen doen het voor het knooppunt. Bijna struikelend over de bal. Zoekt hij als altijd zijn maatje Amar Zugagi op. Die heeft meteen gezien dat Hitou is doorgelopen. En dan in de korte hoek is Manuel Hoge Woning geklopt. En beginnen we eigenlijk weer opnieuw. Klem vast in de handen van Hoge Woning. Niel, ja! Eik Niel! 3-2. En vanuit het niets staat Lebo weer aan de leiding. Het afgelopen seizoen 19 keer gescoord in de competitie. En hier is hij belangrijk voor Lebo. Halve minuut nog. Hitou, Zugagi, nee, die bal is te kort, leeg doel van Niel, ja! Eik Niel, in zijn eentje is hij degene die Lebo van een gelijkspel naar een overwinning schiet. Presentje van Zugagi en het lege doel is niet te missen voor Niel. En misschien zit er nogal meer in het vat. Makrau, tevreden. Tevreden, voorbij. Ja,
Het slotakkoord is van Soeremli tevreden, die ook zijn tweede treffer aantekent. Een hard gelach voor het knooppunt dat meegekomen publiek ziet verdwijnen via de coulissen. En Lebo zet de lijn voort na het allereerste landskampioenschap in de clubgeschiedenis. En daar is het gedaan. ASV Lebo legt na het landskampioenschap openslag op de Supercup. Het heeft voor mij wel waarde, maar ik denk dat het gewoon een hele mooie prijs is voor de spelers. Omdat de afgelopen tijd hebben we keihard gewerkt. Niet iedereen was fit. Sommige jongens lopen op hun tandvlees. En dat je dan in zo'n wedstrijd er staat, ja, is prachtig. Dus ik vind eigenlijk de manier waarop bijna nog mooier als de prijs zelf. Ja, deze komt wel hard aan. Ook omdat wij de hele wedstrijd het spel hebben willen maken. En Lebo achteruit heeft geleund. Wij zijn de hele wedstrijd dominant geweest. Ik denk dat ze in de tweede helft, iedere keer als ze aan de goal kwamen, was een doelpunt. Ja, wij hebben, ja, ik weet niet hoeveel kansen, hoeveel mogelijkheden gehad. Ja. Als je die goalen niet maakt, dan krijg je de, ja, krijg je deksel op je neus. En dat is frustrerend, ook omdat ik vond dat wij op meer recht hadden vandaag. Als nieuwe aanvoerder je gelijk op deze manier onderscheiden, had je hier vooraf überhaupt over gedroomd? Ja, niet gedroomd. Leiderschap, ja, de captainschap kwam eigenlijk per toeval kwam het op mijn pad. Maar ik heb het gewoon met open armen ontvangen en gelukkig heeft het de Supercup opgeleverd. Je kan niet ontkennen, het zijn wel jouw twee goals die de doorslag geven vanavond. Ja, onder andere, maar ik bedoel, laat niet vergeten dat ik niet de enige ben die heeft gescoord. Dus we hebben het met z'n allen gedaan. Dus ja, ik wil vooral complimenten maken naar het team. En we hebben gewoon hard werk geleverd. En zoals je ziet heeft het de cup opgeleverd. Ja, ik denk dat we in het begin van de tweede helft iets te slap beginnen. We komen gelijk op een 2-0 achterstand. Ik denk dat we daarna met heel hard werken buigen we de stand om, gelukkig net voor tijd, na een 2-2. En dan is het heel zonde dat je direct na de 2-2 de 3-2 binnenkrijgt. En dan eigenlijk met de vliegende keep alles of niets gaat proberen wat ook nog eens fout gaat. Namen jullie te veel risico op het eind? Ja, je moet wel. Of je nou met twee goals verschil verliest of drie goals. Verlies is verlies. Je moet wat risico nemen. Ik denk als we tot de verlenging hadden laten komen dat we dan iets meer tijd hadden om ons te herpakken. Maar ja, dan zie je dat hun uit de counter de 3-2 binnenschieten. En dan is het weer gewoon heel zuur dat je daardoor die wedstrijd verliest. Was het een vorm van overleven voor jullie? Nee, het is altijd een vorm van ontwikkelen. En dat heb ik gezien. Straftraining. Ja.